Het stoute prinsesje. Een koning had een papegaai die geen woord uitbracht. In plaats daarvan begon zijn dochtertje iedereen na te praten. Het prinsesje had veel lol in dat spelletje, tot grote ergernis van iedereen in het kasteel. Ze kreeg straf, maar dat hielp niet. Het stoute prinsesje bleef iedereen nadoen, tot ze op een dag door een heks in een papegaai werd veranderd. Die papegaai vloog terug naar het kasteel. Het koningspaar was blij met de pratende vogel, maar toen bleek dat hun dochter werd vermist, waren ze vreselijk verdrietig. Pas dagen later veranderde de papegaai weer in het prinsesje, dat haar lesje intussen wel had geleerd.